uitschaken. Goeie voorzet, ah, daar is toch de goal. Ik denk er ook vaak over, nou, kan ik het niet meer? Maar volgens mij laat ik het wel zien op de trainingen. Ik kan nog heel makkelijk een man uitspelen. Alleen als je op het middenveld met de rug naar je tegenstander de ballen ontvangt. En als je hem verliest, dan kijken mensen raar op van waarom gaat hij er niet langs? Ja, dat zijn dan vaak mensen die weinig verstand hebben van het tactisch verhaal. Hier is Schaak. De voorzet goed, de kopbal zit er uiteindelijk in. Havenaar. Pas jij dan eigenlijk niet bij een club die onderin bungelt? Nee, dat pas ik absoluut niet. Dat weet ik ook van mezelf met mijn spel. Ik vond het heel moeilijk om van Feyenoord naar ADO te gaan, als ik heel eerlijk ben. Omdat alles anders is in de organisatie. Ik ben toch een topsportklimaat gewend en niks ten nadele van ADO, want onze omstandigheden zijn gewoon hartstikke goed. Alleen, ik ben zelf ook kwalitatief minder geworden dan toen ik bij Feyenoord zat. Daar loop ik niet voor weg. Alleen, ja, ik ben toch wel verwend in de loop der jaren, vooral bij Feyenoord. Sta je aan de zijlijn en dan zit je te wachten tot de El Amadis en de Filena's een overtal situatie hebben gecreëerd. En je krijgt hem ingespeeld. En je kan je acties maken. En dan kan het ook 3 keer misgaan, want je weet dat die bal komt nog 5 keer. Maar bij ADO is het een ander verhaal. En dan krijg je misschien 1, als je geluk hebt, of 2 ballen waarin je opengedraaid je tegenstander kan opzoeken. En daar moet je het mee doen. Schaken, verre hoek. Keurig gedaan, zeg. Keurig gedaan. Pijnlijk, dat is de eerste keer dat ik onderaan heb gestaan. Ik heb ook bij VVV Venlo gespeeld, waren we net gepromoveerd. Maar toen zijn we 12e geëindigd, dus dat was nog wel redelijk. Alleen, dit is de eerste keer en het is ook het is niet leuk. Maar wel een uitdaging om hieruit te komen met z'n allen. Met een nieuwe trainer die erin gelooft, die fris is. En ja, nu moet je een grote jongen zijn. Het is makkelijk als het goed gaat om de stoere jongen uit te hangen. Maar nu moet je de mouwen opstroken, wat we hebben afgesproken. En, gaan voor resultaat. Ik wil mezelf nog laten zien. Alleen ja, het is wel moeilijk om je te laten zien in een ploeg dat niet draait. En daar ben ik zelf ook onderdeel van. Dus dat geeft mensen misschien een vertekend beeld. Maar ja, als je het aan de cijfers vraagt van onze trainingen, hoe mijn fitheid ervoor staat, dan weet ik zeker dat ik nog zeker minimaal een jaartje door kan. Waar staat ADO? Half mei? Half mei? Boven de streep in ieder geval. Daar ga ik vanuit. Dankjewel.